Het lijkt erop dat het imago van Rob Kemps niet bepaald ongeschonden is gebleven, en deze keer is het niet alleen vanwege het verlaten van zijn gezin met jonge kinderen. De reden? Zijn nieuwe liefdesgeluk met achtergronddanseres Stephanie Klaver wordt op een nogal tenenkrommende wijze tentoongesteld, tot verbazing van Patty Bart. De presentatrice begrijpt er helemaal niets van waarom Rob Kemps met kerst opnieuw een provocerende foto met Stephanie Klaver heeft geplaatst, waarop ze innig zoenen te zien zijn. Doe eens rustig, roept ze uit. Het lijkt alsof Kemps, ondanks de kritiek, zijn liefdesleven op een overdreven manier in de schijnwerpers wil zetten, elk moment vastgelegd op Instagram. Hoewel Rob Kemps herhaaldelijk benadrukt dat Stephanie echt de liefde van zijn leven is, lijkt de manier waarop hij zijn nieuwe relatie presenteert eerder egocentrisch dan liefdevol. Bart merkt op dat de imagoschade onmiskenbaar is, maar toch plaatst Kemps met Kerst opnieuw een tong in de foto. Alsof Stephanie Klaver een soort van Sylvie Meis is, voegt Bart toe. Patty Bart vindt het onbegrijpelijk dat Kemps, ondanks de kritiek op zijn gedrag, toch weer zo'n provocerende foto deelt met Kerst. Ze speculeert dat Kemps wil uitstralen dat hij zich niets aantrekt van de kritiek en lijkt te genieten van het chockeren van zijn publiek. Collega Bart Ettekover vindt het gedrag van Kemps simpelweg not don en benadrukt dat de timing van dergelijke posts vaak pijnlijk is. Ettekover verwijst naar een eerdere foto die Kemp snel na zijn breuk plaatste met de tekst, De liefde van mijn leven. Een uiting die volgens hem niet gepast was, vooral gezien het feit dat ze net een kind hadden gekregen. Patty Bart sluit zich hierbij aan en vindt het ook altijd wat overdreven als mensen claimen dat iemand de liefde van hun leven is, vooral naarmate je ouder wordt en begrijpt dat er meerdere liefdes passeren.